Hey, Jelle hier, productspecialist bij Bax Music. Vandaag heb ik deze leuke kleine controller, de Numark Party Mix. Zoals je ziet, hij is klein, hij is handzaam. Zoals je ziet, hij is even groot als mijn twee handen. En ik heb niet zulke hele grote handen, dus dat scheelt. Het is een hele leuke controller, zeker als je wel wat met DJ'en hebt, maar ja, eigenlijk bij God niet weet waar je zou moeten beginnen. De Party Mix is daarom een perfecte begincontroller om te leren DJ'en. Deze komt standaard met een licentie voor Virtual DJ LE. Dat is zeg maar de beginversie van Virtual DJ. Waarmee je al heel makkelijk je eigen mixers in elkaar kunt zetten. Je playknoppen, je cue en je sync. Dus stel dat je wat sneller wil kunnen mixen, kun je je sync aanzetten. Dus zodat die automatisch je nummers in elkaar over laat lopen. Je hebt zoals gezegd twee kanalen met daarop twee EQ knoppen, eentje voor treble, eentje voor bas. En hierboven een gain, zodat je het volumecontrole kunt aanpassen en natuurlijk je faders. Zoals je ziet heb je hier twee scratch knoppen. Als je erop drukt werkt je jogwheel als een echte draaitafel. Dat betekent dat als je erop drukt, of in ieder geval je vinger erop legt en eraan draait, dat je muziek meedraait. Dus stel ik laat deze eventjes spelen. Dan gaat hij gewoon. Stel dat je hem niet aan hebt staan, zoals nu bij deze, dan als ik mijn muziek instart. Dan doet hij zo dus helemaal niks. Het enige is dat je hem een beetje bij kan draaien of juist wat langzamer kunt laten gaan. Als op bijvoorbeeld een CDA 2000 Nexus 2. Dat is een heel groot ding. Als je ooit eens erover denkt om echt groot te gaan, dan is dat hetgeen waar je voor wilt gaan. Spreekt het best wel voor zich. Zoals gezegd heb je hier vier pads aan elke kant. Je kunt met het knopje bij pad mode kun je kijken wat het doet. Nu staat het op cue, dus ik kan zeggen, nou ik wil, laat ik voor de grap even dit deck nemen. Ik wil hier bij het begin wil ik puntje zetten, dus dan kan ik, stel dat ik hem afspeel, kan hij altijd, op het moment dat ik op 1 druk, gaat hij altijd weer terug naar dat begin. Dan heb je als tweede heb je de loop functie, dan kun je dus snel een paar maten achter elkaar zetten en die laten loopen. Of zo kort maken als je zelf wilt. Je krijgt vier standaard effecten van Virtual DJ. De allereerste is Beat Grid. Dus dan, ik zal het me even laten horen. Krijg je dus dit. Dan gaat hij automatisch de beat zoeken. Als tweede heb je een flanger. Dus dan krijg je het een beetje het space geluid. Dat dus. Als derde heb je een phaser, krijg je, het is bijna hetzelfde, maar net anders. Ook hartstikke leuk. En als laatste heb je nog een filter. Goed, dus dat kun je in de software nog allemaal verder instellen. Hier aan de bovenkant, aan de onderkant, net hoe je het wilt zien, heb je drie lichtjes zitten en die hebben vier functies. Allereerst, die gaat mee op de muziek, dus die beweegt op het moment dat je muziek speelt. De volgende functies, afhankelijk van waar je uiteindelijk stopt op deze functie, schiet die deze aan of uit. Dus in dit geval heb je dus een blauwe en een groen lichtje. Het kan ook zijn dat je dus een blauw en een rood of een rood en een groen of dat die hier gewoon helemaal uitgaat. Dat kan ook. Daarna heb je deze functie die gewoon uit zichzelf licht geeft. En als laatste heb je nog alles aan. Goed, dit was in vogelvlucht de Numark Party Mix. Wil je nou meer weten over deze controller? Klik dan even op de link hieronder in de beschrijving. En vergeet ook niet eventjes te abonneren op onze pagina. Dan zie je meer filmpjes zoals deze. Goed, dat was het voor nu. Ik zie je graag. Doei!